die burgers zelf. Dat is dus het lastige. Kijk, die civil society, die burgers, die doen hun eigen ding. En dat botst wel heel vaak met elkaar. Ik heb met studenten gehad, het is gelukkig niet echt gebeurd, maar tenminste, met studenten een mooi iets gehad. We doen het begin van het jaar van, verzin nou eens een leuke vrijwilligersorganisatie. En de ene club die verzint een vrijwilligersorganisatie met als doel het doodschieten van de duiven in Rotterdam, want er is duivenoverlast. Andere studenten komen om me afgeritten. Nu wijs, het moet anders. Wij willen een nieuwe club. En die richten een club op die gaat de duiven politiek asiel verlenen in Den Haag. Dat is vrijwilligerswerk. Dat botst ook. Wie bepaalt wat goed is, dat kunnen we niet. Dat doen die burgers zelf. Van belang is dat iedereen doet wat noodzakelijk is. Dat betekent dat gemeenten niet lastige regels en drempels moeten opleggen om voor verenigingen om actief te zijn. Maar er ligt ook een belangrijke taak voor de Rijksoverheid. Als Tweede Kamerlid voor het CDA heb ik bijvoorbeeld een initiatiefnota gemaakt. En in die nota staan voorstellen om onnodige drempels en regelgeving voor vrijwilligers weg te halen. Want vrijwilligers verdienen meer waardering en minder onnodige drempels. Nou, je ziet op steeds meer plaatsen zie je burgerbegrotingen ontstaan. Waarbij de buurt de kans krijgt om inspraak te hebben in de besteding van de budgetten. En daar ben ik zelf een groot voorstander van. Dus door gewoon bijeenkomsten te organiseren, door met elkaar de prioriteiten te bepalen en aan de hand daarvan budgetten te verdelen. Dat is een samenspel, goed gezegd. Het is het samenspel waarin we het moeten maken. Want het kan niet zo zijn dat we, ik zei net ook al, ik gebruikte net het woordje verordoneren. Het kan niet zo zijn dat we het van bovenaf opleggen. Vrijwilligerswerk is van de mensen zelf. Dat moet van mensen zijn en moet ook gedragen worden door mensen. Als niet gedragen wordt, just forget it, dan werkt het niet. Dan zegt de gedeputeerde, ik sta voor een duivels dilemma. Want ik vind eigenlijk, ik wil iets anders doen. Ik ben een nieuwe gedeputeerde, SP-gedeputeerde. Ik wil af van dat beleid van de afgelopen jaren. Ik wil mijn eigen stempel erop zetten. Dus ik verschuif het paradigma. Het was altijd leefbaarheid en dat wordt nu sociale veerkracht. What's in a name? En dan komt er dus ook een einde aan programma's die al een aantal jaren liepen en die ook geen projectkarakter hebben. Die moeten doorlopen. Mensen vallen uit, er komen nieuwe bij, er moet bijgeschoold worden. En nou krijg je een switch naar een ander project, subsidieprogramma. Ja, ik vind dat behoorlijk autoritair eerlijk gezegd en ook arrogant. Want daarmee ga je ervan uit dat die ouderen zelf niet zouden weten wat het beste voor hen is. Dat gaat nu iemand top-down benaderen. Vind ik niet verstandig. Ja, dat vind ik nog een hele lastige. En ik zou eigenlijk zeggen, als je het echt goed wilt doen, dan moet je dat bij de mensen zelf laten. Niet bij de overheid, want die kan gaan sturen en kan zeggen, nou, we moeten echt die kant op. Waarbij je deze kant dan misschien vergeet. Bij het bedrijfsleven zou ik hem ook niet neerleggen, maar juist bij mensen zelf, omdat die heel goed kunnen zien wat er nodig is in hun wijk. En ook vaak als eerste zien wie er buiten dreigen te vallen. Dat doe je ook met elkaar. Ik vind dat je best een oproep kan doen aan de burgers. Doe mee met het wijkteam, doe mee met je speeltuinvereniging, doe mee met je sportclub. Ik vind dat de overheid, in dit geval de gemeente, kan zorgen dat de cursussen gegeven worden, betaalbaar zijn. Dus steun die vrijwilligerscentrale. En het bedrijfsleven kan ook laten zien hoe zij de handen op elkaar krijgt. Nou, ik geloof heel erg in toch wel een lokale overheid die zijn voelsprieten goed in de samenleving heeft. Nu wordt daar ook veel bepaald en betaald. Maar op het moment dat je als overheid gewoon goed in die samenleving zit en echt het gevoel hebt bij wat er gebeurt en wat er nodig is, dan kun je daar bepalen wat er goed is.